Leuk. Wereld. Kijk dan. Gezellig. Wat zie jij daar? Hij staat dus op plof. Geluksvogel. Zit er al in. Hey. Je kruiwagen gevonden. Nog op tijd voor de bus. Let uit. Jongens. Hey jongens. Hè? Jeetje. Dan gaan we hier met ze allemaal. Ja, kalfje. Portje ezelen. Jongen. Een hele goede morgen. Welkom weer aan deze nieuwe vlog. Wij zijn Bellica. Hey vloggers. En ik ben vandaag 40 weken en 3 dagen zwanger. Het is woensdagochtend 30 juni. De kids die gaan zo lekker naar school toe. Luxie die mag weer lekker gaan spelen bij de peuterspeelzaal. Nee, bij de kindjes. Mama. Lucilla. Ja, mama gaat jou zo wegbrengen bij papa. Lucilla die heeft vandaag juffendag en die mag vandaag verkleed als... Piraat. Oh, ik dacht als prinses. Dit is een piraat. En Leon die gaat vandaag ook weer lekker naar school. Mm-hmm. Dus kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Oh, Luxie heeft lekkere bijenkoekjes. Goedemorgen kinderen. En Leon, wat ga jij op je brood doen? Hagelslag. Hagelslag. En dan hebben jullie helemaal je eigen ontbijt gemaakt. Mm-hmm. Nou, top. En Lucilla gaat vandaag als piraat naar school. Wat zie je er mooi uit, prinses. Heb je lekker geslapen? Mm-hmm. En dan ben je dus piratenvrouw, hè? Piraat Lucilla. Inmiddels zitten wij al lekker in de auto. We gaan eerst even de kinderen wegbrengen naar school. Ja. Alle 3 naar school. Mm-hmm. Veel plezier. En wij gaan door naar de boekhouder, Swollywood, de verloskundige en de boodschappen. Boodschappen en dan weer de kinderen halen. Nou, wij zitten weer in de auto. We zijn net even bij de boekhouder geweest om even wat mapjes af te geven. We gaan nu naar de verloskundige. Maar wat ik jullie vanochtend niet heb verteld, is dat ik een beetje het gevoel heb dat het begint te rommelen in de buik. Rommel de boom. Dus we hebben vanochtend even de verloskundige gebeld om te vragen of het verstandig is om een half uur naar Zwolle te rijden en een half uur terug te rijden, aangezien de verloskundige dus nog in Zwolle zit. De route naar Jutrouwsplein wordt gestart. De route die is gestart. En ik weet niet of het is begonnen, jongens, omdat ik nog niet het gevoel heb dat het regelmatig terugkomt. Maar het zijn wel harde vlaag. Ja, weeën, harde buiken, kan je het ook wel zeggen misschien. Ik ga nu naar de verloskundige. Ik ben heel erg benieuwd wat zij voelt. Misschien dat ze zelf al even kan kijken of ik al misschien wat ontsluiting heb of zo. Ja, we hadden vanochtend al gebeld, hè, of het wijs was. Ja, ja, we hebben met de verloskundige gebeld. Het rommel is het begin. Ze zei van als het niet, als de vlagen, die harde buiken, die weeën niet langer dan een minuut zijn, dan begint het echt. Maar dat was het niet. Ik denk ongeveer 30 seconden, 40 seconden dat die harde buiken / weeën aanhouden. Soms is het 6 minuten, soms is het 4 minuten. Soms zit er een heel lange tijd tussen. Het is dus niet echt met regelmaat. Dus het is nog lastig te zeggen of het nou vandaag wel of niet begint. Maar bij de verloskundige ben ik zo meteen wel benieuwd of ze even kan kijken hoe het ervoor staat daar beneden, zeg maar. Misschien dat er al wel wat ontsluiting is. Geen idee. Omdat het nou mijn 4e is, kan je ook al wat eerder ontsluiting hebben. Betekent niet meteen dat je ook gaat bevallen. Maar goed, ik ben er wel benieuwd naar. Dus we zijn heel erg nieuwsgierig wat deze vlog eens gaat brengen. We hadden eigenlijk andere plannen in gedachten als het vandaag gaat gebeuren. Maar dat gaat misschien allemaal nog door. Dat gaat misschien nog wel hoor. Misschien is het morgen. Maar vandaag zouden we eigenlijk naar de boerderij gaan bij Melissa en de kinderen. En haar schoonfamilie. Want die zijn op vakantie en zijn bij de boerderij. En er zijn kalfjes geboren. Daar zouden we dus eigenlijk naartoe gaan. Na school. Maar als onze baby wordt geboren. Gaan we een andere keer kijken naar de kalfjes. Geboren kalfjes. En het eigen kalfje. Mag hij ook de kalfjes. Maar goed, we gaan het even zien, jongens, wat deze vlog ons gaat brengen. We gaan nu eerst naar de verloskundige. Busje lekker geparkeerd. We gaan even naar binnen. Het is gelukkig geen 30 graden. En bloedje heet. Maar, nee, dat is een goede bevaldag. Dat op zich. Maar ja, we weten het nog steeds. Qua weer. Kan ook zomaar morgen. Is het wel? Ja, of overmorgen. Vrijdag. Nou, we gaan het zien. We gaan even naar binnen. Nou, wiebel naar wiebel. Ja. Ja, voel je weer wat kribbelen? Ik voel wel wat, ja. Maar weet je, ik weet nou niet of dit nu het gevoel is. Een hele harde buik. Of dit het gevoel is, ja. Oeh, ja. Voor mij wil babyboard eruit. Nou, ga maar even naar het moodboard kijken. Rustig zitten. Moodboard. Ja, dat is het moodboard. Het baby moodboard. Nee, ik ga niet zitten. Ik moet weer staan. Oh, lekker wiegen. Dan gaan we schuiven op dit liedje. Ja, dat is wel mooi. Dat doe je ook alleen maar voor de vlog. Dat is toch leuk, je maakt filmpje. Nou, we hebben baby boys, dat het zo ziet. Ik heb hem even geschuiven. Heel eng. Bij het moodboard. Ik kan er niet wachten tot jij erbij bent.
kind, ja, is de baby de baas. Ja. Nou, we mogen weer zonder mondkapjes het bloed afnemen. Ja, inderdaad. Een bevrijding, Lianne. Dat ben je weer. Ik ben er gewoon weer. Het voelt heel erg spannend, hè? Lianne zonder mondkapje. Ik moet steeds nog een beetje wennen. Het is wel een beetje kwetsbaar. Heel apart, hè? Altijd met de kapjes. Ik wil je bijna 3 kussen geven toen ik je net wou groeten, maar dat doen we dan nog maar net niet. Maar die bloeddruk die blijft perfect. Ja, yes, die is relaxed. 110/62. Ja. Iets hoger, helemaal fijn ben. Oké. Maar helemaal mooi. Maar, dus, vertel dat het vanochtend om 5 uur begon te rommelen. Ja. Dus dan is het nu 6 uur, 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur. Dus nu 5 uur gerommel in de buik. Ja, dat betekent nog niet dat de bevalling. Ik wou zeggen, dat zijn de productie kwam met 6 uur. Ja, maar goed, het is echt verkeerde, hè? Het kan ook terug, wezen dat het weer afzakt. Ja? Okay. Ja. Dus het kan ook vrijdagochtend worden. Ja. Of morgen. Gaan we nog tennissen, gaan we nog zwemmen. Ja, je kan met ons mee naar huis, hoor. Ja. We nemen Lianne gewoon van ze mee. Of het nou donderdag wordt of vrijdag wordt, Lianne is op vakantie. Ja, dat zou dan het liefst gebeuren. Ja. Kom bij ons mee slapen. Ja. Dan is dat goed afgedaan. Dan hoef ik geen baby te vangen. Precies. Lianne naar huis weg. Ze hebben de meeste zorgen van jou, hoor. Nog steeds voor die thuisbevalling. Ja, maar als jij een foefje weet, Lianne, dat we gewoon hier met de baby in de arm weer in de auto kunnen. Halen we de bus. Strepsand en gelijk even door. Dan heb je de baby mooi in de bus. Heb je mooi een bevalling in de bus. Leuk. Een camperbevalling. Ja, leuk. Het is wel onder 5 minuten, hoor, schat. Maar hij houdt dus nog maar 30 seconden aan. Het moet een minuut. Heel gevoelig wat je nu doet. Daar, hè? Ja. Ja, het is niet erg. Je mag gewoon voelen. Nee, maar ik voel even gewoon door. Want hij spant hier bovenin nog niet heel hard. Maar hier onderin, dat geef je inderdaad ook aan. Van dan doet hij het weer. Ja. Dus hij rommelt met name hier heel erg. Ja. Ja, hij trekt hem hier ook. Hier zit hij ook heel erg. Ja, hè? Ja. Ja, ik voel het. Ja. Nee, hier bovenin kan ik het voetje gewoon nog pakken. Terwijl als je echt weeën hebt, dan is die buik zo strak. Dan kan ik ook geen voetje meer pakken. Oké. Dus, het is nog niet begonnen. Dat weet ik niet. Ik heb gewoon al heel zacht. Ja, ja. Weet eigenlijk gewoon nog niks nu. Ik ga zo even gewoon even van binnen voelen wat er gebeurt. Ja, dus dat gaat wel iets meer vertellen. Ja, ik mag niet aan je komen. Ze staat helemaal op gespannen. Nee, nee, maar dat voelt aan. Het is echt heel gebrek. Ja. Er zit echt een baby in de buik. Ja. Een heel. Nee, dat weet ik. Dat weet je niet. Ja, dat besef ik probeer het me in te leven dat dit er zo meteen uitkomt. Nou, het is groter dan dat, alsjeblieft. Ja, 41 weken. Oh ja. Oh nee, ja, goed. Zo'n klein babytje is wel heel klein. En die toch? 40 weken? Ja, maar die maat is het niet. Oh nee, nog groter? De baby is gewoon bijna, in ieder geval waarschijnlijk wel 50 centimeter. Dan past hij niet meer in een pakje 44 of 42? Nee, maar het zijn premature maatjes. Ja, die had ik wel gekocht. Ja, maar ja. Het is geen luxe, dit. Nee. Dit wordt sowieso. Jij zal nooit een 8 ponder krijgen. Nee, geen grote. Nee. Maar deze wordt wel groter dan luxe. Ja. Ja. Dus die premature kleur kan ik nog inruilen. Ik heb nog wel wat grotere pakjes klaar. Heb je daar nog de bonnetjes van? Ja, die vermaakt zich. Ja? Ja, die wel. Die wel. Oh, ik vind het iets minder leuk worden. Ja. Dat is een banenzwemmen. Keurig. Ik kan hier echt... Nou, echt niks van zeggen. Zie ik een teleurgesteld gezichtje nog 48 uur wachten? Nou, niet zozeer teleurgesteld. Ik ben meer blij dat ik iets meer weet waar ik naartoe ben. Er is nog geen ontsluiting. Nee. Dus ik kan ook nog niet strippen, heet het, hè? Dat kan ook nog sowieso niet. Dat is heel wat kan gedrukt. Nog een week duren, zei ze. Echt nog een week. Ja, het kan echt nog een week duren. Nou, we willen gewoon naar de boerderij. Maar die harde buiken en zo dan de hele tijd. Dus dat is zakt. Dit kan natuurlijk best wezen dat deze harde buiken door gaan zetten. En dat je wel weer krijgt. Ja. Dan ga je gewoon vandaag bevallen. Anders dan wordt het weer minder. Maar het kan ook best wezen dat je een gegeven moment voelt, oh ja, nu neemt het af, er komt weer rust in de buik, het wordt weer korter, dan gaat nog weer minder zeer doen en het is weer weg. Ja. Ik denk van nou, we gaan hier bij Lianne gewoon hup, boem, bellinga terug. Dat je zegt, hier, daar is hij. Ik dacht, we gaan naar huis met de baby in de arm. Ja. Maar als het zo makkelijk kon. Maar schat, nee, we moeten toch nog echt even geduld hebben. Vol verwachting klopt ons hart. Ja. Wanneer ons babyboy bellingaatje uit dat mooie slakkenhuisje komt. Ja, valse warm. Nou, Lianne, zet de vakantietas van slaar. Bedankt voor deze APK-beurt. En APK. Tot de bevalling.
Ja, is toch een goede APK? Of hoe noem je dat? Een vrouwelijke APK? Ja. Nou, we zijn nog niet echt een auto, maar... Nee, maar dus ik heb het liggen. In ieder geval goed handig gecheckt. Ja. Ja. Ik reed met de busjes om er veilig naar... Maar boodschappen doen? Kunnen we gewoon boodschappen gaan doen? Wat mij betreft kan je rustig... Gewoon in een supermarkt. Maar je blijft voelen wat jouw lijf gaat doen. Dus kijk, ik kan niet vertellen wat je lijf gaat doen. Maar dan nog één vraag. Als we zo boodschappen gaan doen en de watermeloen met water knapt... Hoeveel uur hebben we dan nog voordat de baby er wel komt? Geen idee. Ja, dat is het voetwater wel. Je moet het loslaten, Daniel. Nou, in ieder geval, Lianne staat paraat. De kraamzorg staat paraat. Baby is nog altijd met jou. Ja, die nog altijd rustig paraat. Blijven ademhalen, Daniel. Ja, precies. Die ben. Hey, maar dit is jouw vierde keer. Ja, ja, ik word er weer zenuwachtig. Ik krijg weer plakhandjes. Natuurlijk word ik zenuwachtig. Ja. Baby komt er nog niet uitgevallen. Baby komt goed. Nee, nou. Daarvoor is de poort nog een beetje te dicht. To be continued. Lianne, tot de volgende keer. Zo, we zitten weer in de auto, jongens. Ik heb het nog nooit gehad eigenlijk, maar dit was dus echt vals alarm. Ik heb dus nog geen ontsluiting. En ze voelt wel dat het hoofdje aan het zakken is. Dus waarschijnlijk die harde buiken is mijn buik gewoon aan het duwen naar beneden. Dat alles voorbereid gaat worden. Maar ja, het is nog niet. Ze zegt, ja, het kan vandaag gebeuren, maar dat lijkt me sterk. Het kan ook zomaar nog eens zijn dat je de hele week nog gewoon loopt met de benen in je buik. Ja. Dus, ik had vanochtend een tasje meegegeven aan de moeder van school. Omdat de kinderen dan door haar opgehaald werden. Maar die kunnen we dus weer terugvragen. Dat is dus niet nodig vandaag. Dan gaat eerst Luxie ophalen. Ja. En dan naar huis. Ja. En dan naar de boerderij toe. En de boerderij, ja. We gaan dus naar Melissa. Dat wordt dus nu wat we vandaag gaan doen. Geen bevalvlog vandaag, maar een boerderijvlog vandaag. Melissa en haar kinderen, die jullie dus kennen vanuit de vlogs. Haar schoonouders wonen op een boerderij. En die ouders die zijn op vakantie en hun zorgen voor de koeien op de boerderij. Ze hebben een melkveebedrijf. En ze zei, oh, vind je het leuk om met de kinderen langs te komen? Er zijn kalfjes geboren. En er zijn ook wat, nou, het is gewoon heel veel leuke dingen, zeg maar, om te laten zien aan de kindjes. En dat is ook superleuk. Verse melk, ze, oh, neem een flesje fles mee. Dan kun je misschien wel verse melk meenemen. Lucilla is ook helemaal gek op melk, dus die stond te springen vanochtend. En geboren kalfjes, ja, welke kinderen... Ja, ik denk dat iedereen dat wel leuk vindt om te zien. Maar onze kinderen wel helemaal van, oh, mag ik de kalfjes kijken? Dus dat is wat we vandaag gaan doen. En we gaan er met hun ook een hapje mee eten. We zouden gaan barbecuen, maar ja, het is regen vandaag. Dus ik heb geen idee. Ze zei, misschien anders kunnen we wel gaan commenten of zo. Dat was ik ook wel een leuk idee. Weet je wat dat fijn is? Nu dat toch nog een week duurt, doen we morgenochtend gewoon weer de boodschap in. Kunnen we morgen de boodschap? Ja, wat gaan we hebben nog wel wat eten. Ja, we gaan daar nu ook eten. Yoghurt, we hebben nog ontbijt. Is het prima. Baby knows best. Maar goed. En wie zijn er weer? Mama en Lucilla. En Luxie. Ja. Hebben jullie er zin in, jongens? Ja. Want waar gaan wij naartoe? Naar de boerderij van mama's vriendin. Ja. Van Melissa. Ja, we rijden haar nou achterna. Kijk, we rijden over een postweggetje. En hier ergens moet de boerderij zijn. Wij hebben ook geen idee hoe of wat, dus we laten ons verrassen. Leuk. Kijk, we zijn er. Melkveebedrijf hebben ze. Kijk, op de boerderij. Wat groot is het hier ook. Ja, zo, nou, goedemiddag, hier zijn we dan. Ja. Op de boerderij, te gast bij Melissa en de kindjes. En we gaan heel veel zien. Ja, volgens mij zijn er nog een mama, kom eens kijken. Hey. Kijk, andere hondjes erbij. Oh, eens even kijken. Waar ben je? Ik moest komen, zei jij. Oh, Sil. Zijn dit de babytjes? Nee, daar zijn niet de babytjes. Nou, ik vind dit ook een vrij babyachtig koetje, dit. Stier, is dit een stiertje? Oh. Ah, een stier. Zijn deze net geboren? Wat veel ook. Och, kijk dan. Maandag geboren. Hey, hallo. Hey. Welkom op de wereld. Ja. Jij komt net kijken. Je komt net kijken. Mag je ze aaien? Ja. Hey. Hallo. Oh. Oh, ik krijg een kusje. Oh, ik krijg een kusje. Oh. Leuk. Oh, gaan hier ook. Oh, hey, kan jij al staan? Ze kunnen alleen. Ze kunnen allemaal staan. Oh, wat ben jij lief. Oh, kijk dan. Lucilla. Hey, Sil, heb je geaaid? Je mag gewoon aaien. Oké,
Kijk, daar kunnen ze van drinken. Ja. Mam, uit die tut, daar kunnen ze uit drinken. Je mag gewoon ook melk. Kijk, ja. Mama. Ja. Hier zit een tuut en daaraan kunnen ze drinken. Oh ja, dat is een soort speen. Dat is een speentje. Oh. Ze is ook nog helemaal nat. Ja, helemaal nat. Hey, kijk eens, dat zijn hondjes. Mam, ik ken haar nog. Ja? Toen ik de honden naar hun ging brengen. Oh ja, ja. En Fosco. Ja. Hier. Ja, ja, die zijn nog binnen. Ja, binnen. Wat een gezellige hondenbedoeling. Leuk. Oh, daar is er nog één. Oh, nog één. Oh, kijk dan. Wat gezellig. Melissa stuurde mij op de uitgerekende datum van het weekend een heel leuk filmpje dat hier dus echt de kalfjes waren geboren. Dat waren dus deze. En het was dus een tweeling, vertelde ze net. Dus deze. Daar hebben we een heel mooi filmpje van gezien. En deze. Zie je dat? Die zijn geboren op mama, de uitgerekende datum van mama. Afgelopen weekend. Ja, was dat? Dikke ouders. Ja, dikke ouders. Wat zeg jij nou weer? Wat zie jij daar? Mama. Wat zie jij daar? Hij is zwanger. Is hij zwanger? Ja. Echt waar? Wow, dat zijn inderdaad wel hele... Dikke. Uiers. Dikke uiers. Ze zeggen dat zijn dikke uiers, maar ik heb nog nooit zulke dikke uiers gezien. Hoe kan dat? Zijn die van die? Oh, die moet nog bevallen. Oh, die is ook een week over tijd. Ah, ik heb gelukkig niet van die dikke uiers. Ik heb wel best wel wat, maar... Kijk dan. Ja, als ik dit zo zie, dan heb je kans dat het vanmiddag nog wel gaat gebeuren. Als ik dit zo zie. Ja, kijk maar, bij de vulva. Ja. Er komt wat er zit, daar zie je wat staan. Ja. Ja, en dat is deze koe. Deze koe kan gaan bevallen vandaag. Kijk, als die... Als ik niet ga bevallen, gaat die koe wel bevallen. Zie je dat is een goed huis. Gebogen blijft staan. Ja. Op een bankje te staan, dat kan je. Kijk, ja, de laatste boven blijft dus. Op de daar staat iets gebogen. Kijk eens jongens, deze koe staat dus op ploffen, zoals jullie zien. En die, net als mij, nou, als ik, die, hij is een week over, of zij is een week over tijd. En kan vandaag ieder moment gaan bevallen. Oh ja, we hebben alsnog nog een bevallingsvlog vandaag. Ja. Gaat hij bevallen? Je zit al te bloeden, klopt dat? Ja. Nou, we laten hem heel even met rust. Ja. Of haar even met rust. En misschien kunnen we vandaag bij een bevalling zijn van een koe. Hoe bijzonder is dat? Bevalling van een koe en de geboorte van een kalf. Bevalling, toch? Zeg, dat is toch een bevalling? Ja, de bevalling van een koe en de geboorte van een kalfje. Ja. Ja. Mama, ik ging Mickey optillen. Oh. Een kleintje. Wat, die koe? Nee. Oh. Ik denk, wat, die koe? Alsof ik een koe gezet op de zin. Bedoel je dat? Nee, Mickey. Oh, dat hondje. Ja, hier. Is dat Mickey? Ja, dat is Mickey. Heel schattige hondjes. Hoe heet die? Quinn. 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 Nou, het is echt een hele dieren... Oh, Luxie. Die is mooi. Die heeft de poppen binnen. Ja. Luxie, heb jij de motor? Mickey. Oeh, kijk eens jongens. Hier staan ze allemaal. En als je daar bij... Oh. Sloot laat je oh, echt waar? Hebben ze allemaal namen, die koeien? Oh, de koeien niet. De koeien niet. Oh. Oh, daarboven? Ja, we kunnen gewoon kijken wat de koeien allemaal doen. Jee, wat leuk. Maar wat veel, hé. Hey. Wat veel. Luan is onder de indruk. Ben je onder de indruk, jongen? Ja, dat is de nieuwe gedeelte. Daar gaan we zo meteen. Superveel. Ja? Hoeveel koeien? 200? Ja, hier 200. 200 koeien. Ja, hier zijn 200 koeien. En dan staat er op de staat een jongvee. Dit zijn de jongen. Nee, dit zijn de deze koeien staan droog. Ja? Die moeten dus allemaal baren. Op het moment dat ze dus zeg maar... Allemaal? Ja, deze zijn allemaal. Ja. Zijn die allemaal zwanger? Deze zijn allemaal zwanger. Luan, deze zijn allemaal zwanger. Ik weet het, ik hoor het. Maar op het moment dat ze zeg maar bijna zo ver zijn, lopen deze zijn allemaal zwanger. Allemaal zwanger. Jeetje. Ja. Heel bezig. Stiertje, ik denk dat ze er wel aan.
Nee, dit zijn allemaal mama's die zwanger zijn. Ja, mama's. Ja. Nee, dat durf ik niet hoor. Nee, daar heeft papa alles van. Ja, zo'n vorige kun je 9 maanden rijden. Nou, ja, dat is wel een beetje overdreven, maar op het einde is het niet meer zo heel prettig altijd, nee. Hé, hey, hallo? Kan ik jullie aaien? Nee. Jullie kunnen het nog niet aaien. Daar zit een stier. Hey, jij hebt brood aan, hè? Hey. Ja, ja. Hoeveel stieren hebben jullie? Eentje. Eén stier voor al deze? Nee. Oh. We doen normaal gewoon de kunstmatige inseminatie. Ja. Maar als dat dus soms niet wil, dan kun je de stieren nog een keer bij laten. Geluksvogel. Dus ja, de stier. Kijk dan, hier ligt dus de stier. Dat is de stier. Dat is het mannetje. Ze hebben geen namen. Herman? Nummers. Ja, ze hebben wel namen, maar ze zijn allemaal Betta. Oh ja, echte koeiennamen. Leuk jongens, ja. Kom maar Luxie, Luxie met de motor. Stier. Nu kan je de stier, zie je het verschil? Wat een beest. Oh, die stier is wel. Nou Lu, kijk. Hij zit er al in. Oh, kijk, de meisjes die rennen van hop naar her. Wil je ook op de tractor kijken? Ja. Ja? Lucilla heeft haar pakje nog aan. Ja. Nou, leg alles maar uit nou. Ja. Weet je wat er is? Nou, Sil? Wat vond je ervan, Sil? Cool. Cool. Ja? En hiermee maai je het gras. Helpen. Oh, kijk, en hier hebben we het hooi liggen van alle koeien. Nou, het is al op de hooiberg. Ja, dat is eigenlijk groter dan ons, hoor. Ja. Oh, mooi uitzicht. Ik zie zo. Kijk eens, mooi uitzicht. Kun je zo goed over de koetjes kijken? Ja. Zie je alle koetjes zo goed? Ik zie de stier niet meer. Nou, ben je nog groter. Ja, die ben je nog groter. Ja, bij Nout ben je nog groter daar. Ja. Nou, die gaat bijna het dak op, volgens mij. Nou, de rest van jezelf, hè? Nee, die gaan niet. Dit is mijn hoogste. Dit vind jij hoogst. Ik vind hem heel hoog, Sil. Het is hoog genoeg. En hier staan de iets wat grotere koetjes. Koeien. Kalfjes. Oh ja, kijk, dan kan je ze voeren. Oh, kijk dan. Kijk dan. Mama? Ja? Heb je wat te eten? Ja. Ik zie je. Hey, Luxjes. Hey, liefie. Nou, kijken bij de koeien. Luxie, die is alleen maar met het fietsje bezig. Op je hand houden. Hij zit te plassen. Oh. Hij zit gewoon te plassen. Ja, dat moet ook gebeuren, jongen. Ja. Oh. Durf je het niet? Gewoon op je platte hand. Dan mag je een beetje. Ik vind het nog een beetje spannend. Ik vind het heel erg spannend. Ja. Goed zo. Ja. Kijk, eet gewoon uit je hand. Leuk, hè? Oh. Nou, de twee Luxjes die gaan liever op de fiets spelen. Kijk, ze heeft de roze kruiwagen gevonden. Die past goed bij je outfit. Hè? Ja? Ja. Kijk eens. Hey. Oh. Deze is aan het drinken. Sabbat die aan je. Oh, hij komt een kalfje uit. Nee, oh, komt een kalfje. Er komt een kalfje uit. Oeh. Zijn we nog op tijd voor de bevalling? Oh, net te laat. Oh, nee. Oh, kijk dan. Net te laat. Maar hij is er net uit. Oh, gefeliciteerd. Jeetje. Ja, is dat kalf al geboren? Is geboren. Jee. Oh. Wat is het? Wat is het? Kijk dan. Een meisje. Is het een meisje? Je kunt het niet goed zien. Het is een jongen. Wat bijzonder, joh. Zo zo snel kan het gaan. Man, kijk, al dat bloed dan. Ja, ja jongen, dat hoort erbij. Dat hoort erbij, liefie. Gaat vanzelf wel weer over. Jammer kan ik niet de geboorte zien, maar nee. Ik zie je wel dat hij nog maar een paar minuten is. Wel echt net geboren. Dat is een idee, hè? Hey. Leuk hè, jongens? Die is toch zwaar? Die is er gewoon net uit. Wat is het? Is het een jongen of een meisje? Nee, ik Een jongen. Een jongen.
jongetje. Een jongetje. Ik heb het ook jouw dag vandaag. Ik voel een band. Ik heb het goed. Het steekt misschien aan. Hé, nou. Ik heb het goed. Hij probeert te staan. Hoef je jacht een beetje af. Oké, wat ligt ze dat snel open? Ja. Een baby die net geboren is kan al niet lopen, maar een koe kan meteen lopen. Als sommige mensen komen, dan is een geboorte. Ja. Waar blijft de beschaafd muisje? Ja. Jullie thuis zijn. Muisjes. Nee, we moeten gewoon water met beschuitjes. Water met beschuitjes. Ja, nou, even de billen wassen. Hij gaat nu met zijn hand in de billen kijken als er nog een kalfje in zit. Oh, is dat zo? Ja. Misschien zit er nog wel een. Nee? Nee? Dat wil jij toch doen met die hand? Ik laat het aan de expert over. Je hebt een hoortje bij het hoortje. Ik had het ook gedaan. Nou? Nee. Niks erin? Leeg? Oeh. Ik heb er niks mee. Dat doet Wouter ook nee. Zo. Ja? Doet Wouter dat ook? Ja. Ja, andere leven, hè? Ja, doe ik maar niet, hoor. Ja, oh ja! Bijna! 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 Nu hebben we net de bevalling van deze koe gemist, maar wel dus net de geboorte van dit leuke kleine babykalfje. Maar Melissa had me dus van het weekend een filmpje gestuurd waarin ze dus echt filmde dat de koe werd geboren. En die mogen we gebruiken, dus ik ga jullie nu even naar kijken. Heel bijzonder, de geboorte van een kalfje. Daar komt ie. Verder, Luxie neemt de kinderwagen mee. Ik kan me niet eens meer. Ik bedoel, de kruiwagen. Er zijn allemaal dieren hier. Wat zie je? Een robot? Ah, ja. Oh. Wat zeg je? Hoe? Kijk, nou, je ziet het lijkt het toch heel erg mooi naar de koeien aan. Ja? Oh, die robot, die. Ah, ja? Ah, de robot, dat is handig. Ja. Heel handig. Maar hoe worden ze gemolken dan? Of is dat nog niet hier? Oh, dat is daarachter weer. Ja. Ja. Nou, hier staan ook genoeg koeien. Jeetje. Oh, ja. Gaan we daar eten? Ja. Vet. Wat leuk. Wauw. Oh, wat ga je doen, Sil? Wat is, waarom is het glad dan? Heel glad, ja hoor. Oh ja, dus om de robot overheen te glijden. Ah. Dus deze koeien worden automatisch gevoerd door een robot. Zeg maar zelfvoorzien in de stal. Ja. Die borstelmachine. Die zei alleen, wat is dat zand? Ik zei, daar liggen ze als ze gaan slapen. Ja? Oh, dan gaan ze liggen als ze gaan slapen. Sil, wat vind je ervan, Sil? Mijn grote neus. Hé, wat vind je ervan zo'n boerderij? Best stinken. Ja,
Dat is het leven van de boerderij. Kijk dan. Dat is al die, ja. Ja, die plas. Ja, die moet ook plassen. Zou ik niet verschrokken? Hey. Ja, en die is een poepen, ja. Dat hoort hem. Volgens mij midden op die andere. Zie je dat of niet? Ja, midden op die andere. Kijk. Kijk, die andere heeft gepoept op de billen van die andere. Dat is lekker. Ja, is dat opgedroogd? Oh, was dat opgedroogd? Oh. We gaan nou eens even kijken bij de robot melkmachines. Want natuurlijk, de melk die moet ook gekoken worden. En daar hebben ze speciale robots voor. Dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. Ah, dit is dus zo'n melkrobot. Zie je dat? Maar dat kun je niet zien. Kijk. Hier gaat de melk doorheen en de koe die staat. Hier, daar zie je de poten. Ja, ik zie ook kijken. En daar zijn alle koeien. Kijk. En hier heb je alle machines. Daar komt de koe in te staan. Zie je dat, Luxie? Hier is een koe. Een uier. Die gaat zo daarbij staan. Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Moet je even zoeken. Gaat het door die slangetjes heen. Ja. En hier komt de melk weer doorheen. Kijk dan. Hey. Lucilla willen wel proeven, liefie. Hoe die echte melk uit de koe smaakt. Nou, dan gaan je weer even wachten. Oh ja. Kijk, en daar staat die andere koe. Heel leuk. Ja. En dan gaan we hier met z'n allen naar boven toe. Maar wat zou daar nou zijn? Zo, gaan we hier naar boven toe. Zo, waar komen we dan uit? Ach, kijk dan. Dat is een stapje. Voorzichtig. We reuzen op de stal. Oh, kijk dan. Kijk, hier kunnen we naar alle koeien kijken. Hier staan ze allemaal in de stal. Ja, de robots doen het werk en dan zit hier de boer. Ja, kijk dan, een hele keuken erbij. Oh, wat gezellig. Dit is een leuke ruimte. Gaan we hier eten? En dan kun je daar naar de koeien kijken. Oh, kijk dan. Wat leuk. Wat oh, dat is een mooie ruimte, hè? Ja. Kan je ook koeien zien? Ja. Twee. Oh, ja. Je zag de ramen niet, denk ik. Dat wil wel eens gebeuren. Ja, die was ook wel een keer. Daar is ook weer. Moet ik die even dicht doen? Oh, jongens. Ah, maar dat is wel heel lief, hoor. Dat ziet er echt uit als kerstfeest of een soort bevallingsfeest. Kalfjes geboren. Onze baby. Ah, wat een gek, jongen. Kijk, hier heeft ze een gourmetstel en dan daar zo'n schaal. Leuk, hè? Nou, mama? Dat is niks leuks dan. Oh, daar is Mickey. Ja. Ja, Woes en Pip zijn ook boven. Hoe is dat je? Pip, kom eens. Kom eens. Pip, hoe is dat je? Hey. Jullie ook lekker hierboven. Leuk, hè? En Pip die denkt, hé, wat een mooi uitzicht. Hoi, oh, ja, Pipje. Ja. Boven de stal. Leuk, hè? Kijk. En het uitzicht. Ja. Wat een uitzicht van de koe. Nou, lekker zo, hoor. Hè? Oh, Luxie, ben jij al lekker begonnen? Luxie, ben jij al lekker stokbrood? Lekker, hè? Eet smakelijk. Oh. Gezellig zo, schat. Op een voorspoedige bevalling. Als we snel maar gaan, als met de koe. Dat was perfect. Nou, en de vriendinnetjes eten daar. Eet smakelijk, Lucilla. En van jou, eet smakelijk, hè? Is dat leuk zo? Hé, kinderen, wat zeggen we dan tegen Melissa? Bedankt. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo, nou, Luxie is mooi aan het kleren. Op het bord. Vind je dat mooi? Ja. Wat ga je tekenen? De koe? Met dat kalfje? Nou, en hier zit Lucilla. Ga jij weer lekker kleuren? Ja. Ach, het is hier wel leuk op de kinderclub, hoor, bij... jouw mama en Melissa, hè? Je boven was zo'n creatieve mama. Hè? Nou, we wachten nog even op de boer, want die staat nog in de file. En dan gaan we lekker eten. Nou, we gaan beginnen met de pizza's. Wie wil er een pizza? Dankjewel, oh, gaan we die bakken. Gaan jullie nog een potje ezelen? Ja. Mama zit er lekker, hè?
En de koeien die worden gevoerd door de robot. Met een lekkere vleesje. En nu wil jij helpen draaien, hè? Vleesjes die liggen op de binnenbarbecue. Ja. Ja. Aluxie heeft de pizzaatjes al op. Meisjes zitten daar lekker te tekenen op het bord. Nee. Wij hebben hier ook nog heel veel op de la liggen. Ja, Luan die draait het. Mijn is inmiddels ook in het midden. Luxie, ja, je hebt het bijna op, zeg mama. Het is helemaal op. Dank voor deze leuke gourmet. Ook van ons nog wat bonbonnetjes. Dankjewel. Dankjewel voor deze gezellige middag. Hè? Tuurlijk. Nou, met het uitzicht op de koeien gaan we hier lekker ons maaltje opeten. Vond je dit alweer een leuke vlog? Doe even de... Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En we zien jullie morgen weer een nieuwe vlog. Tot morgen. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee.